Minister Edgard Diekan van regionale ontwikkeling zegt dat de districtsverordeningen langzaam op gang komen. Aangezien ze niet eerder zijn ingediend, neemt het wat tijd in beslag om deze in orde te krijgen. In het verleden is er namelijk onvoldoende geïnvesteerd in de districtsraden, waardoor de districtsverordeningen zijn uitgebleven. Nu worden deze als tussenoplossing op het ministerie gemaakt. Het is volgens de bewindsman van belang dat het proces van versterken van de districten wordt voortgezet. Dit moet de districten in staat stellen om zich te ontwikkelen via hun opbrengsten in het districtsfonds. Het was ook iets nieuws en waarbij de districtsraden dit moesten voorbereiden en goedkeuren. En de expertise was er dus ook niet, bleek al gauw. Dus we hebben toen de deskundigen van het ministerie ingezet om dat voor te bereiden. En dat is toen gestuurd naar de districten. De districtsraden hebben zich erover gebogen. Er waren altijd op en aanmerkingen, veranderingen die moesten komen. Dat is ook gebeurd. En toen is het gestuurd in samenwerking met de DNA naar de DNA. Waarbij er nauw samen is gewerkt met de commissie lagere organen van de Nationale Assemblée, voorgezeten door de heer Patrick Kensenhuis. En ook daar is het toen naar de Assemblée gestuurd, omdat je een verklaring van geen bezwaar van de Assemblée nodig hebt om zo'n districtsverordening af te kondigen. Omdat een DV, zoals we het hier noemen, een wet van lagere orde is en dus het niet in strijd moet zijn met die wetten van hogere orde. En dat kan tot dan alleen de DNA toetsen. Dus de DNA heeft zich ook erover gebogen. Er waren weer wijzigingen nodig. Dat moest ook teruggaan via dezelfde weg naar de DR's weer, om het goed te keuren. En uiteindelijk hebben we na dit lang traject toch wel het afgelopen week de verklaring gehad van de DNA. Aldus minister Edgard Diekan van regionale ontwikkeling. Hij zegt dat de districtsverordeningen van grote betekenis zijn voor zowel de overheid als de districten.